Hier gaat het om. Hier is waar mensen in Nederland keihard werken, betaalbaar willen wonen, in het weekend gewoon een biertje met elkaar willen drinken en voor elkaar zorgen. Maar dat wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Want de burger kan zijn rekening niet meer betalen, scholieren kunnen niet meer met de bus naar school, de wijkagent is verdwenen uit de dorpen en de wijken, de boer kan niet meer gewoon boeren en een betaalbaar huis, dat is al helemaal niet meer vanzelfsprekend. En dan vraagt het kabinet Rutte Kaag zich af waarom het vertrouwen in de politiek zo is gekelderd. Want wie zijn die mensen? Wij zijn de boer en de boerin, de visserman en de visservrouw, de agent, de technicus, de soldaat, de jager, de ondernemer en de onderneemster, de verpleegkundige, de mantelzorger, de leraar of de lerares, de student. Gewone mensen met gewoon gezond verstand. Wij willen ervoor zorgen dat de bussen gewoon weer rijden, dat mensen een huisarts dichtbij hebben, dat er goede treinverbindingen zijn, dat de politie weer terug is in de wijk of in de dorpen. Dat kleine scholen kunnen open blijven. En dat boeren, telers, tuinders, vissers en jagers hun beroep met passie kunnen blijven uitvoeren. Dit is waar jullie voor kunnen stemmen. En nee, ik kan jullie beloven dat wij morgen alle problemen en crises hebben opgelost. Maar ik kan jullie niet beloven dat wij elke dag zullen strijden. Voor jullie en voor een BB Beter Nederland. Dus ga stemmen voor Rutte Kaag.